De bouwvak is alweer afgelopen in het noorden, maar aan het Damsterdiep ligt het werk nog stil. Door het conflict tussen bouwer Structon en de gemeente Groningen over de te volgen bouwmethode, wordt er sinds maart niet meer gebouwd aan het Damsterdiep en loopt het project steeds meer vertraging op. Niet alleen de ondernemers aan het Damsterdiep zijn daarvan de dupe, ook de winkels aan de Nieuwe Weg lijden schade door de slechte bereikbaarheid en de extra vertraging. Dat betekent een langere periode dat we moeilijker bereikbaar zijn, dat je een aantal collega's in de straat of in de omgeving mist. Dus minder klanten, hè, dus gewoon minder verkoop. Hoe groot kunt u voorbeelden noemen? Hoeveel last heeft u er werkelijk van? Het scheelt per maand soms. De dynamiek is groter dan normaal is. Maar het gaat om 40, 50 klanten per week minder. Ja. En dat zijn omzetdalingen die schommelen tussen de 5 en de 10%. De gemeente Groningen en bouwer Structon gaan nu om de tafel zitten om te kijken welke bouwmethode kan worden toegepast zonder verder schade aan te richten aan de omliggende panden. De ondernemers verwachten dat de bouw veel vertraging gaat oplopen. Ik verwacht eerder bij zo'n complexe bouw dat er nog meer problemen ontstaan, hoewel het fundament waarschijnlijk wel het lastigste is. Maar ze missen nu 5 maanden en het gaat langer duren. Nou, ze kunnen er wel wat extra man op zetten, maar volgens mij kun je niet veel sneller bijvoorbeeld boren. Dus het zou nog 2 jaar gaan duren, maar ik verwacht dat het nu nog langer gaat duren. Ondanks de overlast is het renoveren van het Damsterdiep volgens De Vries een noodzaak. Ik vind het een mooi project. Ik vind, we hadden, ik weet niet of het nog herinnert hoe het was voordat er gebouwd is. Het was een ongelooflijk lelijk stukje stad. En als er straks een mooi plein voor terug kan komen, een functioneel plein. En een modern kantoor van de woningbouwvereniging, dan denk ik dat we een fantastische extra entree in de stad bij krijgen.